Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Als 10-jarig jochie kwam hij in de jeugdacademie van FC Utrecht. En nu, zo'n 10 jaar later, is hij bezig aan zijn doorbraak in het eerste elftal. Ik heb het natuurlijk over Jefensio van der Kust. De man die in de laatste 3 duels geen minuut miste. En vandaag is hij onze gast in FC Utrecht TV. Mooi dat je kijkt. Vandaag hebben we het dus vooral over Jefensio, de linksback van FC Utrecht. Daarnaast gaan we kort terugblikken op het thuisduel met Fortuna Sittard. We zijn aanwezig bij FC Utrecht onder de 18. We gaan een bezoekje brengen aan Christoffer Peterson. En we hebben tot slot ook nog de hoogtepunten van een oefenduel met ADO Den Haag. Maar we beginnen bij de doorbraak van Jefensio. Want van een doorbraak mogen we toch wel een beetje spreken, hè? Ja, daar mag je wel van spreken. Gaat goed nu. Ik speel veel wedstrijden. Dus van het doorbraak kan je wel zeker wel spreken. Uiteindelijk was het bijvoorbeeld dat debuut tegen Sparta in speelronde 1 uit mijn hoofd. Hoe was dat? Heel gek. Het was van wel erin, niet erin, wel erin, niet erin, van wel erin. Dus uiteindelijk stond ik er gewoon. Het waren wel 15 minuutjes maar ongeveer. Maar daar moet je er ook gewoon staan. Waarom is dit jaar het jaar voor jouw doorbraak? Sommige mensen kunnen zeggen ja, het is geluk. Anderen, die jongen heeft zich goed ontwikkeld. Wat denk jij wat het is? Van de speler die bij Jong in de basis stond, dat je nu zeg maar gewoon 3 wedstrijden achter elkaar start. Dus ik denk dat je dan wel kan spreken van een doorontwikkeling. En als je dat gewoon kan doortrekken, dan blijf ik mezelf ook meer ontwikkelen. Dus. Nu hoor ik mensen willen zeggen, aanhaken, hè? Aansluiten bij het eerste elftal, dat betekent ook aanpoten. Wat is er veranderd voor jou? Op zich niet heel veel, alleen ja, er komt meer bij kijken. Je speelt in vollere stadion, speel je. Veel meer media komt erbij kijken dan bij Jong FC Utrecht. Dus dat is wel echt 2 dingen die echt veranderen. Word je uitgenodigd in FC Utrecht? Ja, zulke dingen bijvoorbeeld. Dus ja. Hoe snel voelde jij je eigenlijk comfortabel op het veld? Was dat eigenlijk al gelijk bij dat debuut of eigenlijk nu vooral? Terwijl je nu bezig bent aan een serie, zeg maar. Nou, het debuut was nog wel een beetje onwennig. Ja, niet onwennig, maar gewoon van ook een schrik van ja, opeens moet je er staan. Maar nu, zeg maar, hoe ik vaker speel, ook in de basis staat, dan denk je toch wel gewoon van het voelt allemaal wat vrijer. Het gaat gewoon vanzelf. Ik kan mijn eigen spel komen, dus het gaat gewoon vanzelf. Ja, we praten zo met jou verder, maar gaan eerst naar de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Utrecht dat het hier in stadion Galgenwaard opnam tegen Fortuna Sittard. Dames en heren, een hele goede avond. Galgenwaard goed gevuld voor FC Utrecht tegen Fortuna Sittard. Ramselaar staat ineens helemaal vrij. Ja, die kan hem af gaan drukken. Dat doet hij, doeltreffend. Ik vroeg een goal. Niks aan de hand. Ik denk, nou, je ziet genoeg kansen om 2-3-0 te maken in de eerste helft. En zo valt het voor Utrecht net niet goed. Ja, kijk, je bent natuurlijk altijd blij als trainer als je veel kansen creëert. Die moet je uiteindelijk wel verzilveren, want anders heeft het natuurlijk niet zoveel nut. Oh, de Keizer laat zich verrassen en de rebound gaat er dan uiteindelijk in 2 instanties. Nou ja, zij hebben natuurlijk een aantal counters die ze plaatsen, waardoor ze het geloof krijgen om terug te komen in de wedstrijd. Valt hij nog een keer gunstig? Nee, gaat er niet in. Gaat er wel in? Gaat er wel in. Van der Marel. Hens. En incasseert Utrecht een nieuwe teleurstelling. Want uiteindelijk ben ik ook verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt. En daar moeten we samen mee aan de gang om beter te worden. Een aardige eerste helft, een moeizame tweede en al met al een teleurstellende avond in stadion Galgenwaard. Ja, Jefensio, voor jou was voor dit seizoen het hoofddoel om je debuut te maken. Maar wat is je doel voor nu? Ja, nu is mijn hoofddoel gewoon echt gewoon blijven staan en uiteindelijk gewoon vaste waarde worden in Utrecht 1. En dat is echt mijn hoofddoel. Nee. Ja, want op het moment dat je debuteert, dan geeft de staf je nog niet al te veel mee. Dan mag je lekker gaan genieten van het moment. Klopt. Hoeveel opdrachten krijg je nu mee? Ja, niet echt opdrachten, gewoon natuurlijk gewoon je eigen spel blijven spelen. Want daardoor sta je er uiteindelijk ook. En natuurlijk heb je teamafspraken die je moet nakomen, dus dat blijft wel gewoon hetzelfde. Maar gewoon mijn eigen spel spelen, gewoon hoe ik bij een jong speelde, gewoon met vrijheid, met lef spelen en zo. Zo speel ik bij het eerste ook gewoon. Zo. Ja, je moet natuurlijk een verdedigend je taak doen, maar je bent een wingback die graag mee opkomt. Klopt. Hoe kies je dat moment dat kan? Het is toch wel lastig, vooral zeg maar, in de Eredivisie moet je echt goed je momenten kiezen. Bij Jong kan je nog wel eens gewoon gaan. En je moet je echt goed je momenten kiezen, want je hebt toch nog van die slimmere spelers die dan toch een stapje voor zijn of iets. Dus ik probeer gewoon goed, zeg maar, ook met vooral de laatste paar wedstrijden met Willem. Heel goed, die coacht mij heel goed van ja, je kan nu, weet toch, blijven of gewoon gaan. Ga maar. Ja, of ga maar. En soms kies ik ook gewoon momenten dat ik ook gewoon denk van
voor mij is het moment daar, ik ga gewoon. Dus, ja. Bijvoorbeeld tegen Heracles Almelo? Ja, bijvoorbeeld. Ja, toen schrik ik hem op de kruising op de paal, volgens mij. Die moest eigenlijk gewoon erin, maar ja. Wanneer ben je eigenlijk het meest getest? Was dat tegen PSV hier thuis? Ja, ik denk dat het, ja. Ja, als je zo kijkt wel. Het is gewoon een topwedstrijd. Zie je ook gewoon dat het niveau omhoog gaat. Ja, met de andere wedstrijden was het niveau ook best wel hoog. Maar tegen PSV zie je echt gewoon van, je moet echt volle bak, echt volle bak geven. Baltempo gaat omhoog. Ja, je staat opeens op een goalie Gakpo sta je. Dus is ook een hele goede speler. Dus je ziet daar, met dat soort kleine dingen zie je toch wel van, het is gewoon een topclub. Dus daar word je echt getest. Heb je Cody Gakpo uit de wedstrijd gehouden, uit de wedstrijd gespeeld? Ja, ik heb wel heel vaak gehoord dat dat gebeurd is. Zeg maar, alleen ja, hij kwam ook bij de goal was hij wel betrokken. Maar voor de rest heb je mijn hele wedstrijd eigenlijk niet eens gezien. Dus voor mijn gevoel heb ik hem best wel goed uit de wedstrijd gehaald. Ja, je hebt natuurlijk nu twee keer een reeks gehad dat je in de basis stond. Maar ja. Daartussen ook een periode dat je weer op de bank plaats moest nemen. Hoe was dat voor jou? Toch wel een klein tikje, denk ik. Natuurlijk, ja, is wel ook een beetje nieuw. Want je bent gewend bij Jong dat je alles speelt. En dan als je bijvoorbeeld een iets mindere wedstrijd speelt, dan word je niet heel snel eruit gehaald. Als dat hier gebeurt, of als je een goede wedstrijd speelt, gebeurt het zeg maar bij mij ook. Moet je toch nog plaats maken. Maar op een gegeven moment dacht ik gewoon van, ik weet wat ik zelf kan en ik heb vertrouwen in mezelf. En ja, als je er gewoon weer moet staan, moet je er gewoon weer staan en dan laat ik mezelf gewoon weer zien. Het gezin praat ik erover, heel veel met mijn broertje ook. Praat ik daar, die is ook echt heel kritisch naar mij. Is wel 4 jaar jonger, maar heel kritisch. En dan praat ik gewoon met hem erover van wat beter kan ofzo, of waardoor ik zeg maar nu op de bank zit en zo. Maar wat ik zeg, hij ook en ik, mijn moeder, mijn vader, mensen om me heen, weten wat ik kan en als ik er moet staan, sta ik er gewoon. Nou, Jay Fencio, jij bent bezig aan je 10e seizoen bij FC Utrecht. Je hebt dus ook heel wat jaren in de academie gespeeld. Bijvoorbeeld in FC Utrecht onder de 18. En bij dat team waren we afgelopen zaterdag aanwezig. Zij, de nummer 2 van de competitie, voor aanvang van de speelronde. FC Groningen onder de 18, op dat moment de nummer 3. Inzet voor die wedstrijd, het zal duidelijk zijn, de koppositie in divisie 2. De eerste mogelijkheid vroeg in de wedstrijd voor Dion Versluis. Na de assist van Aurelio Oelers kopt hij over. FC Utrecht blijft de betere ploeg en komt op 1-0 door een doelpunt van, jawel, in twee instanties, Juriel Bernardina. Dat is na 5 minuten al. En Kevin van Veen, de coach, is tevreden. Groningen dan, combinatie en een schot van aanvoerder Jorg Schreuders. Dicht bij de gelijkmaker. Maar doelman Van der Heijden van FC Utrecht kan de bal naast het doel oprapen. En een paar minuten later is het aan de andere kant raak. Als er bij Groningen achterin heel veel misgaat op de vrije trap van Olivier van Eldik. 2-0 na 24 minuten. En dat is een terechte voorsprong voor FC Utrecht dat de betere ploeg is. En na rust via Bernardina de 3-0 denkt te maken. Maar er is buitenspel geconstateerd. En dus gaat dit feestje niet door en leeft Groningen nog. De verre trap van achteruit, de kans en de goal van Brian Mindejaren. 69ste minuut, 2-1, spanning terug. En dan geklungel in de defensie van FC Utrecht. Tom van Bergen profiteert, passeert doelman Van der Heijden van FC Utrecht. Eindstand op Zoudenbalg, FC Utrecht onder 18, FC Groningen onder 18, 2-2. Ja, dit was wel een belangrijke wedstrijd. Wij tweede, zij derde, dus we konden nu eigenlijk, daar stonden we 6 punten voor. Dus ja, dat is wel zonde. Gelukkig verlies je hem niet, maar ja, je had hem natuurlijk beter kunnen winnen. Nou, we hadden zeker goede zaken kunnen doen en wisten ook vooraf. En dan heb je die wedstrijd zo onder controle en dan in momenten geef je het weg. Die tegengoals, je zegt het al, ja, dat mag niet gebeuren. Zijn dat incidenten of is dat iets waar je aan moet werken? Nou, dat is wel iets waar we aan moeten werken. Want ik zie wel een bepaald patroon. Dus vorige week hebben we ook vrij eenvoudig 2 tegengoals gehad. Ja, ook uit momenten, niks aan de hand, de wedstrijd onder controle, stonden toen 1-0 voor. Nou, en nu hetzelfde verhaal. Dus we zullen daar echt lering uit moeten trekken om dat beter te gaan doen. Want op deze manier is bijna niet tegenaan te voetballen als je iedere keer zo makkelijk je tegengoals krijgt. Ja, of het nou gemakzucht is, dat weet ik niet. Kijk, het is misschien ook het besef op het moment zelf of toch even niet helemaal doorhebben hoe je gepositioneerd staat. Ja, ik denk dat het van alles wat is. Ja, het gaat er gewoon om dat wij elkaar moeten helpen om niet in die situaties te komen. En daar zijn we vandaag onvoldoende in geslaagd. Die 2-0 van jullie, hoe ging dat? Ja, hij lag op een plek dat ik hem
niet kon schieten, maar Mazdar zo kon spelen dat als hij niet geraakt werd, dat hij erin ging. Dus ik raakte hem net goed. Dus, ja, het was meer een voorzet, maar het was zo dat ik gaf hem op die manier van, als niemand hem raakt, gaat hij erin. Dus. Wat me sowieso opvalt, jij speelt centraal achterin, klopt. Maar je neemt de vrije ballen, je neemt de hoekschoppen. Ja. Dat zie je eigenlijk niet zoveel. Nee, klopt. Nee, ik ben van nature eigenlijk meer een middenveld als je puur naar mijn kwaliteiten kijkt, maar opbouwend gezien kan ik veel betekenen. Dus daarom sta ik meer achter, maar je ziet zelf ook wel in het spel ga ik veel op middenveld inlopen, dus eigenlijk heb ik een beetje een vrijere rol erin. Ja, ik hoop zo snel mogelijk naar Jong door te gaan. Zo snel mogelijk te debuteren in de keukencombinatie. En dan vanuit daar mijn minuten maken in betaald voetbal. En dan hopelijk doorstromen naar het eerste team. Ja. En dan gewoon het centrale verdedigen of toch liever op middenveld? Ik denk dat op zo'n niveau is het een stuk fysieker. Dus misschien is het daar meer als middenvelder. Maar het zou ook als centrale verdediger kunnen zijn. Een fraaie eerste helft, een toch wat teleurstellende tweede. En dus uiteindelijk een 2-2 gelijkspel voor de mannen van Kevin van Veen. Maar door het resultaat van Twente Heracles onder de 18, een nederlaag, is het toch gestegen naar de koppositie in divisie 2. Ja, doorbreken vanuit de jeugd van FC Utrecht naar het eerste elftal. Het is iets wat jij nu meemaakt, Jay Fencio. Hoe betrekkelijk is dat eigenlijk om door te breken? Want je hebt ook zoveel jongens gezien die afvallen. Het is heel betrekkelijk, gewoon van... Ja, echt wat je nu zegt, ik ben 10 jaar bij de club, dus als jonge jongen die in de onder 12 hier binnenkomt, train je op Zoudenbach en dan kijk je naar het stadion van daar wil ik laten spelen. En je hebt ook heel veel jongens die hetzelfde doel als mij hadden en die het uiteindelijk niet hebben gehaald. Het is wel heel gek om te zien dat jij zeg maar wel één van de jongens bent die het wel haalt. Er waren ook heel veel andere talenten destijds waar je dacht van, ja die gaat het echt halen. Maar je kan zien, voetbal is een hele gekke sport, grave wereld ook, dus ja. Hoe gaan dat soort jongens met jou om? Heb je bijvoorbeeld van oud-teamgenoten veel berichten gehad toen jij echt een beetje bezig was aan het speelminuten maken in de hoofdmacht? Jawel, ik heb wel veel berichten gehad van teamgenoten. Ook zelf teamgenoten die zelfs op de Bunningsite ook zitten. Die dan zie ik filmpjes voorbij komen die van we zijn echt heel trots op je en zo van. Dat is wel echt heel leuk om te zien. De gunfactor van jou, hoe groot is die? Want we zien altijd zo'n grote glimlach op jouw gezicht. Ik ben gewoon een blije, spontane jongen. Ik word niet heel snel boos. Ik lach heel veel, mij ga je niet heel snel boos krijgen. Als je me boos krijgt, dan ben je echt heel ver gegaan. Maar anders niet, voor de rest gewoon lekker positief in het leven staan. Ja. En ja, als je er moet staan, dan hebben jullie wel gezien van, kan mijn mannetje gewoon staan en zo. Dus dan is er geen glimlach op mijn gezicht. Wie is op dit moment een beetje jouw inspirator, jouw leermeester in het eerste elftal? Ik weet dat je gecharmeerd was van Django, hoe hij zeg maar de linksbackpositie invult. Ja, nu als Urbi heel veel en ook Willem, want die is ook heel veel met mij bezig, ook tijdens de wedstrijd, tijdens de trainingen. Die heeft ook een hele mooie carrière gehad en heeft ook op linksback gespeeld, positie. Dus daar kan ik ook heel veel van leren. Waar moet je nou nog aan gaan werken de komende tijd? Ja, ik denk toch nog steeds een stukje fysiek. Verdedigen natuurlijk kan je altijd sterker worden, beter worden, dus ik denk die twee dingen wel. Je bent natuurlijk redelijk lichtvoetig, kan gemakkelijk voetballen. Je kunt ook weer denken, ik ga dat nog een boost geven, dat ik nog beter ga voetballen. Ja, dat blijf ik natuurlijk ook doorontwikkelen. Maar die andere twee punten denk ik dat zeg maar voor mij het voetbalstukje in de Eredivisie en wie weet nog in andere grote competities wat makkelijker gaat maken. Maar dat lichtvoetigheid en snelheid, dat blijf ik sowieso doorontwikkelen. Ja, wie ook lichtvoetig was bij FC Utrecht, snelheid had in zijn spel. Christoffer Peterson, de Zweedse aanvaller die in totaal 42 duels speelde voor FC Utrecht. Daarin 6 keer scoorde. Nu staat hij onder contract bij Fortuna Düsseldorf. En de afgelopen week zochten wij hem op. De Zweedse aanvaller die nog steeds hele warme gevoelens heeft bij FC Utrecht. Ik ben immer dankbaar voor FC Utrecht. Het was mijn eerste profi-verein in Europe, na Liverpool, maar dat was jugendvoetbal. So, FC Utrecht had een zeer grote plaats in mijn hart. Met Breuer nu, Dumfries komt daarbij, binnen door Peterson en hij maakt het af. Ik heb veel geleerd van de trainers daar ook. En wanneer ik terugkijk, kan ik nu in mijn eigen ogen kijken. Was könnte ich besser machen? Und ich habe gelernt von Erik ten Hag und von anderen Trainern. Es war ein auch guter Moment, weil in den schweren Momenten dann lernst du viel. In de zomer van 2014 strijkt Christoffer Peterson neer in Utrecht. Het is een snelle vleugelspeler die in korte tijd populair wordt bij de fans. Na 2,5 jaar vertrekt hij naar Heracles. En uiteindelijk keert hij begin 2020 weer terug in de Domstad als FC Utrecht aanvaller huurt van Swansea City. Wanneer ik was blij, dan kun je dat zien in de eerste speel tegen
Aden Haag, glaube ich, das war meine beste Spiel. Eén paas en dan is het raak. Eén paas en Peterson, die al zo goed inviel in de beker. Christopher Peterson is helemaal terug. Maar dan was alles goed en dat was een goede leringsperiode voor mij. Dat ik moest immer rustig blijven en proberen immer positief te blijven. Sinds afgelopen zomer speelt Peterson voor Fortuna Düsseldorf. Bij die club, die uitkomt in de Zweite Bundesliga, komt de Zweed tot rust. En hij leert nieuwe aspecten in het aanvalspel. Voor mij is het zeer goed voor mijn ontwikkeling. Want je moet ook focussen op verteidiging en niet nur dribbelen. Ik leer het nu ook. Maar ik ben super tevreden hier, want het is goed voor mijn ontwikkeling in de Zweite Bundesliga. Gibt es für Sie als Flügelspieler einen großen Unterschied zwischen den Niederlanden und Deutschland? Ja, hier ist viel 1 gegen 1, mannorientiert. Du hast nicht so viel Zeit auf dem Ball und du hast immer einen Menschen in deinem Rücken. Es ist ein bisschen mehr aggressiver. Als Peterson via enkele foto's wat oud-teamgenoten terugziet, kan hij een lach niet onderdrukken. Mark van der Marel. Doe eens een klein beetje lachen op dat. Ja, een super mens, ongelooflijk. Een voorbeeld voor de andere mensen. Ook Willem Jansen. Als Mark van der Marel. Ook een super mens. En wil alle mensen helpen. En Mark en Willem is dat is wat de. En van Christopher Peterson gaan we naar het oefenduel van afgelopen dinsdag. Want de FC Utrecht speelde op Sportcomplex Zoudenbach namelijk een duel tegen ADO Den Haag. En tegen de huidige nummer 6 van de keukenkampioendivisie komt Utrecht op voorsprong. Het doel is leeg en Mimoun Mahi werkt de bal tegen de touwen. Even later is dit de Pontus Almqvist, de Zweedse jeugdinternational, het schot van afstand en ook dat is raak. Django Warmerdam, achterlijn gehaald, de voorzet gegeven, het hoofd van Heren ter Avest gevonden. En zo bedient dus die ene bek de andere voor wat alweer de 3-0 is. Het slotakkoord is voor Sammy Boura, een heerlijke vrije trap, 3-1 op Sportcomplex Zoudenbach. Ja, wil je de uitgebreide samenvatting van het duel zien, dan kun je dat doen via youtube.com/FC Utrecht. Wij praten nog kort verder met Jefensio, ondanks je contract verlengd tot 2025. En in die zin, verlikkel mij voor je in, heb ik het gevoel dat jij nou wel even bij FC Utrecht blijft spelen. Ja, ik denk het ook wel. Gewoon, het gaat goed, ik voel me hier thuis. Ik kom zelf uit Amsterdam, maar ik ben al sinds ik 11 jaar ben, loop ik hier in Utrecht rond. Dus ik voel me ook wel gewoon een Utrechter. Dus ze kunnen hier nog wel eventjes van mij gaan genieten. Ja, en wat zijn nou de grote goals voor later? Ja, het is lastig om te zeggen, maar ja, gewoon. Ik heb niet een speciale competitie waar ik in wil spelen. Ik wil wel gewoon in een topcompetitie spelen. En ja, dat zie ik wel waar het schip strandt, maar wel een topcompetitie. Ja, en vooral voor nu lekker blijven genieten van al je minuten die je maakt in de hoofd, toch? Ja, zeker. Ja, mag ik je danken voor je komst? Heel veel succes en tot zover deze uitzending van FC Utrecht TV. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug. Gaan we toeleven naar het uitduel bij Feyenoord. Dank voor het kijken en heel graag tot later.